verdediger Liam van Gelderen blikt alvast vooruit op het komende jeugd-EK, vertelt over zijn tijd bij AZ en typeert zijn eigen speelstijl. Door Aaron Golub Amsterdam op de tweede dag van de ABN AMRO Future Cup zijn spelers als Ryan Gravenberg en Liam van Gelderen ook aanwezig bij Ajax onder 17. Een dag eerder speelden ze met Ajax onder 19 mee, dat momenteel voor de titel vecht. Van Gelderen is een centrale verdediger, maar kan op meerdere manieren gebruikt worden. Ik ben een verdediger met veel inzicht en snelheid, goed kan aanvallen. Kopsterk ben ik ook wel en ik kan ook mijn doelpuntje meepikken. Soms moet ik alleen wel wat harder in de duels inkomen en minder nonchalant zijn. Dat krijg ik ook wel eens van de trainers te horen, vertelt hij tegen Goal. Jeugdopleidingen AZ. Hij is een hele goede verdediger geweest en leert me elke keer weer wat. Van Matthijs de Ligt leer ik natuurlijk ook veel, dat is een hele goeie, alles wat ik heb, dat heeft hij beter. Daar kan ik dus nog heel veel van leren. De Zaandammer speelde voordat hij bij Ajax kwam in de jeugd bij AZ. In 2015 vertrok hij uit Alkmaar en koos hij voor de opleiding in Amsterdam. Je hebt hier gespecialiseerde trainers, apart trainen met verdedigers en aanvallers en dat heb je niet bij AZ. Daardoor word ik nu een betere speler, dat er nu toch aardig wat talenten doorbreken bij AZ verrast hem niet. Toen ik bij AZ kwam zag ik mezelf wel tussen de talenten lopen het zouden maken, maar op een gegeven moment veranderen mijn gedachten daarover, legt hij uit. Ik weet dat ik het bij Ajax ook kan maken, eerste Europees kampioenschap bij Ajax leert hij dus veel van spelers en trainers. Hij wil dan ook zo snel mogelijk hun niveau bereiken. Binnen nu en 2 jaar wil ik voor het eerste van Ajax spelen, daarna wil ik natuurlijk bij FC Barcelona spelen, zegt hij zonder enige twijfel. Ja, daar ben ik al sinds kleins af aan fan van. Hoe club voetbalt en met welke spelers ze dat doen vind ik heel mooi. Ik vind mezelf daar ook wel tussen passen, bij het nationale team doet Van Gelderen het ook goed. Na een succesvolle kwalificatie gaat hij over een maandje met Oranje onder 17 naar het Europees kampioenschap in Engeland, het is anders. Je speelt tegen verschillende landen met verschillende formaties en je moet je snel aanpassen aan de rest, spontaan verschijnt er een lach op zijn gezicht als het over het EK gaat. Het wordt echt een leuke ervaring, want ik heb ook nog niet eerder een EK gespeeld, ik voel wel een beetje spanning. Vorig jaar stond ik op de stand-by-lijst, maar dit jaar ben ik er waarschijnlijk gewoon bij. Aan het einde van de maand gaan we al naar Engeland, dus ik heb er zin in, besluit het 17-jarige talent.